doe je erover om je tekst helemaal uit je hoofd te kennen? Nou, we hebben 7 weken gerepeteerd voor Anne. Kijk, dit is nu het script. Dit is nu hoe die echt is. Deze, maar hij was volgens mij misschien wel dubbel, hè? Twee keer zo dik. En toen we dat voor het eerst hadden gelezen, toen zei ik... 7 weken? Ja, dat was zo cool. Ik bedoel, ik ken de koning natuurlijk alleen maar van televisie. Ja. En dan zie je hem in het echt. Wat stil, ik heb één keer naar de koning gekeken. Ik heb ook een keer naar de koning gekeken. Ik keek als ik er zo. En dan zag ik hem zo zitten. Ik dacht stiekem, ik ga toch even. Oh ja, daar zit hij. Naast u zit hij naast. Ja, dat is echt leuk. En vond het ook heel mooi. We hebben ook de hele cast hebben we ontmoet daarna. En hij was heel aardig en heel rustig ook. Helemaal geen. Ik ben bakkel, helemaal niet zo heel deftig doen. Het was echt super leuk. Ben je ook een keertje je tekst vergeten? Ja, ik heb zelfs totaal verkeerde tekst een keer ingezet. Oh ja? Ja. Dat is echt. En toen? Wat heb je toen gedaan? Nou, dat gaat in een split second. Bedenk je dan, oh, dit is niet goed. En dan bedenken hoe je het kan oplossen. En in mijn hoofd duurt dat dan 10 minuten. Maar voor het publiek heeft het niet eens door. Het publiek heeft niet eens door dat er iets misgaat.